Nummer 20, muss ich denn zum Städtchen hinaus? Een oud liedje, wat de meeste mensen wel kennen, is een mooi liedje om te spelen. Met een paar herhalingen in en het bereik is over één toonladder. Dus er zitten ook wel wat verplaatsingen in. Dat is het hele stuk. Het is een behoorlijk lang stuk. En met twee herhalingen erin. Ze zullen gelijk eens even aan de slag gaan. Opvallend is het, er zitten een behoorlijk aantal dingen in die we inmiddels geleerd hebben. En onder andere de anderhalve en een halve tel. We zitten op vier tellen in de maat. Met twee tellen op maat. Een C en een D. En vervolgens gaan we naar een even twee tellen. En dat klinkt als volgt. We plaatsen onze hand voor een E en een G van één tel. Vervolgens een F van twee tellen op een G-bas. De G-bas gaat omhoog. F, A, één tel. En nu komt een lastig patroontje. Een G van anderhalf. A van een half en een G en een F van één tel. En dat is in vingers 4, 5, 4, 3. A van vinger 5 valt tussen de bassen. Je kan het ook goed zien in de bladmuziek. En vervolgens spelen we een E van 4 tellen. En gaan verder met exact dezelfde maat als daarvoor. Een G van anderhalf, een A van een half en een G en F van één tel. E van twee tellen, een van één tel en een G van één tel op C-bassen. Ga naar de G-bas, twee keer een F van twee tellen. En pakken daar een D van één tel en een G van twee tellen. En eindigen in vakje 1 met een E van vijf tellen. En we spelen nog één bas extra. En dan begint de herhaling. Dus speel maar even mee, dan spelen we de herhaling.
vakje 2 met een lage C. En die spelen met de eerste vinger, dus een klein beetje verspreiden je hand. En die duurt ook 5 tellen en een akkoordbas aan het eind. Die valt op de rust. En we gaan verder op een C en een E van 1 tel zonder bas. En een D van 3 tellen en een E van 1 tel. F 2 tellen, D 2 tellen. E 3 tellen, F 1 tel en we schuiven naar C bas. Komen op een GA. Beginnen op een G van met de vijfde vinger. En moeten er nog tweede achteraan spelen en die moeten eindigen op een tweede vinger. Dus dat kan als volgt. Kan dus op verschillende manieren. A van 2 tellen, 2 maten, 2 keer. En ondertussen ben ik naar de F-bas geschoven. C van 2 tellen, B van 1 tel, A van 1 tel. Terug naar de C-bas en een G van 5 tellen die we op een 2 beginnen en eindigen op een vijfde vinger. En dan pakken we nog een keer dat stuk. Dus een E en een 3, C en een E. En een G van 2 tellen. En we hebben, daar staan geen bassen onder, dus je komt op die vijfde vinger aan. Met je tweede vinger. C en E van 1 tel. En hier moet je je vinger gaan verplaatsen weer. Van een G, die moet naar de tweede vinger toe. Dus die hele maat even. G van 2 tellen en een G van 1 en een C van 1 tellen. En hier komt weer zo'n gezellig maatje. Een G van 1,5, een A van 1,5, een G van 1 en een F van 1. En hier pakken we hem over. C van, of zo, een E van 4 tellen op een C-bas. Nog een keer dat hele loopje vanaf de C en die E waar die begint. Vinger verplaatsen. G-bas. Tweede vinger over, 4 tellen en E op een C-bas. Nog een keer diezelfde maat erachteraan. E, 2 tellen en 1, geef een 1 tel. Oh. 2 keer een F van 2 tellen op een G-bas. T van 2 tellen, G van 2 tellen. En een E van 5 tellen. 1, 4, 5. En dan begint de herhaling. En dan gaan we terug naar maat 14, waar de dubbele streep staat. Dus speel het tweede deel maar even mee. 1, 2. Thank you.
bakje thee, twee, verspreiden onze hand en pakken daar de lage C van 5 tellen. Nou, dit is nummer 20, Musiden. Daarmee wordt ook het eerste deel van deze cursus afgesloten. En dit stuk mag je in een wat iets vlotter tempo langzaam aan gaan spelen. En als je dat onder de knie hebt, nou, dan heb je toch een mooi stukje accordeon leren spelen in 20 liedjes. Ik hoop dat het allemaal gelukt is.